hele goede morgen. Ja, nee, middag. Laat ik maar middag van maken. Want het is 12:01. Dus een hele goede middag, lieve vrienden. Jullie zijn weer van harte welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Frodo is al buiten geweest. Eeuwen die loopt daar rond. Maar meneer Kandolf, die wil ook naar binnen. Ja, ja. Daar was die. Vliegersvlug kwam hij naar binnen. Het is vandaag dus maandag, 10 december. En ik zei het al, het is net 12:00 geweest. De dag voor Karen en Roderick, hun huwelijk. Vanmiddag komt Astrid weer. Vandaag komt ook mijn broer en mijn schoonzus. Die blijven vannacht in slaap. Zodat we morgenochtend in alle vroegte met de auto richting Den Haag kunnen gaan. Dat, ja, ik verheug me er vanzelf op. Ik heb de make-up, heb ik al uitgeprobeerd. Ik hoop dat jullie het een beetje zien kunnen, wat ik op heb. Ja, dus ja, ik ben zelf in blauw. Ik ben zelf in blauw. Ja, .nl. Maar oké, ik heb ook nagellak meegenomen naar beneden. Ik heb al jaren geen nagellak meer gebruikt. Deze is nog van mijn eigen trouwerij, dat ik met mijn mannetje trouwde, Jack. Deze is in 1 seconde al, nou ja, zeggen ze 1 seconde droog, maar dat was dus niet waar. Maar hij is al snel drogend. Nou, mijn koffiewater heeft ook gekookt, dus ik ga koffie inschenken. Tenminste, water op de koffie doen. Zo, voilà. Nou, de troep is hier verder opgeruimd, maar ik zie toch wel weer hier en daar een zwervende dennennaald leggen. Nou ja, dat kan je toch dacht ik verwachten, hè. Dus ja, het is eventjes gewoon weer even de bezem er doorheen, zie ik. Nou is daglicht, hè, je ziet het meer. En even de linkerkant schoonmaken daar. Dat heb ik ook in ieder geval opgeruimd. Dat stond vol. Dus het is nou eventjes schoonmaken, een doekje erover klaar. Dus, nou en Astrid, haar kopje staat al klaar, dus ook dat is goed. En ik moet even nog een broodje eten en een bakje koffie en dan komt alles wel weer goed. Ze zeggen tot strakjes maar weer, doei doei. Oh ja, en geniet van je dag, het zonnetje schijnt. Ja, de lucht is blauw, hier en daar wel een wolk. Die overdrijft. Af en toe een regenbuitje. Ik kan de pret niet drukken. Zolang het morgen maar droog is. Toch? Ja, vind ik ook. Ze zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, ik zit weer alleen. Astrid die is net de deur uit. Ik heb ook geen tijd gehad om te vloggen. Want onder andere heb ik ook andere dingen nog gedaan. Terwijl Astrid hier was. Ik ben ook nog heel eventjes weg geweest, want ik moest medicatie halen bij de apotheek. En kijk, ik heb net mijn nagels eventjes netjes mooi gelakt. Ja, andere hand natuurlijk ook. Maar ja, daar ging de camera nou mee vast. Dus ja, dat is klaar voor morgen. Ja, helemaal top, helemaal top, helemaal top. Nu ga ik eventjes tijd aan mezelf besteden. Gewoon niks doen dus. Even time out. Mijn broer en mijn schoonzus, nou dat is een andere zaak. Mijn broer die komt, maar mijn schoonzus niet. Die heeft een slijmbeursontsteking in haar arm ook. Dus die heeft vandaag een prik gekregen. Ze is draaierig, misselijk en onderweg, weet ik veel. Dus die is ziek, dus die heeft afgebeld. Helaas, het is niet anders, maar mijn broer die komt vanavond rond 8:00. En ja, met hem breng ik dus de reis door om morgenochtend vroeg die kant op te gaan. En al daar, als we bij Karen en Roderick zijn, althans bij Karen in haar huis, want Roderick is daar dan niet. En krijgen we op weg naar het huis, nadat Roderick dus zijn bruidje heeft opgehaald. Sorry, mijn excuus. Dan krijgen we nog eentje in de auto, ja. En dat is Jessica genaamd.
De andere ceremonievrouw die samen met mij ook ceremonievrouw is. En haar dochter, die is ook ceremonievrouw. Ja. Komt allemaal goed. Maar in ieder geval, die komt dan bij ons in de auto. Dus ik heb lekker de voorplaats. Ja, heb ik ruimte voor mijn benen. Want daar zat ik wel over in. Ik denk, oh jee, moet ik achterin zitten? Word ik misselijk? Oh jee, en ik heb beenruimte nodig. Oh jee, hoe moet dat hebben? Opgelost. Het is erg. Mijn schoonzus die kan helaas niet meekomen, maar anders had ik haar wel gevraagd, mag ik voorheen? Nou, ik denk dat ze dat wel had gedaan hoor, ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik ga lekker even niks doen, gewoon eventjes een spelletje doen op mijn telefoon. En dan pak ik koffie erbij, ja, wat voor wat, daar gaat een auto. Frodo die is heel erg lastig. Oh ja, Chrissy komt er straks ook nog even. Even de dingen doornemen vanwege morgen. En dan, ze komt vanavond komt sowieso weer om Frodo op te halen. Wat ik begrepen heb de vorige keer. Dus ja, komt wel allemaal goed. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, ik had gezegd dat ik niks meer zou doen. Maar ik heb dan wel wat gedaan. Want dat wou ik ook nog vanmiddag doen. Het is klein, maar het was toch wel even voor mij veel werk. Maar het is namelijk zo, als ik s'avonds licht aan doe, dus het gaat buiten ook de boel aan, dan komen er allemaal gekleurde lichtjes op mijn gevel van mijn huisje terecht. En ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik zal eventjes omdraaien. Even kijken. Even inzoomen, want ik zie hem zelf niet eens. Ik zie hem nou wel. Naast het groene kastje zien jullie een zwart ding zitten tussen een kabel. En dat zwarte ding dat geeft dus allemaal gekleurde lichtjes. Ja, dat groene kastje is ook een stroomkastje. Dus, wat door mijn man is gemaakt en aan is gelegd. Maar wel een expert bij is geweest om te controleren of het wel goed gedaan was. En dat is dus inderdaad gebeurd. Mijn man die had geen twee linkerhanden namelijk. Nee, gelukkig niet. Hij had koppie. Ook dat nog eens. Menigeen waren jaloers op hem. Dus ja, ik ben er weer trots op, lieve vrienden. Dus ja, dat is ook weer geklaard door mezelf. Zonder hulp. Ja, ik heb het vorig jaar aangeschaft, dat ding. En ik vond het wel leuk. Ik denk, hey, ik dacht dat het niet mocht laserstralen, maar zo'n stap mag het wel. Ja, en vooral rondom de feestdagen, mijn bril is nog donker. Maar oké, het is, wordt ook weer donker, want het wordt weer later, hè, op de avond. Nou ga ik koffie maken en een spelletje doen, ja. Ik zou zeggen, tot strakjes. Hé, hey, meneer Gandalf. Gekkie. Hoi. Oh ja, is het zo? Oh, nou ja, jullie horen het. Hij heeft wat te vertellen. Maar oké, ik zei dus, Chris die komt ook nog even lekker langs. Gezellig. En ja, we hebben afspraken gemaakt over Frodo. Misschien wordt het morgen en wordt het wel te vroeg. Wordt het vanavond. Dat daar is mijn zusje. Ja, samen met mijn vriendje. Een nieuw vriendje? Ik heb een nieuw vriendje. Ach, godje. En weet je, hij is zo ontzettend lief, hè? Ja, en hij kost ook geen verzorging, hè? Nou, toch wel, hoor. Ja, maar je hoeft altijd niet, wel zijn neusje te poetsen en het brilletje moet gepoetst worden. En ik moet wel zorgen dat zo'n lampje eigenlijk branden gaat. Hè. Maar ja, dan moeten we nog even een lampje verzoeken. Ja? Wel, hè? Moet daar een lampje in of een batterijtje? Nee, dat moet een. Er moet helemaal niks in, maar ik wil er een lampje in. Ach zo. Ja. Ja. Wij kunnen het wel samen vinden. Ja. Maar ik heb nog een leuk broertje gezien van jou. Want het is dus wel een zwijgzaam type. Jawel. Maar dan kan ik tenminste mijn rebel ophouden. Nou, leuk vriendje. Ja. Geweldig. Ja, leuk. Maar, ik was weer even bij Karin.
even dingetjes te boord praten voor morgen. Want natuurlijk, de beestjes moeten verzorgd worden. Carina op stap. Ja, ja, die gaat feesten. Maar wij gaan beesten. Maar dat weet ze nog niet hoor. Maar in ieder geval, het komt allemaal wel weer goed. Toch? Jawel hoor. Mooi. Dat komt goed. Dus ja, en ja, mijn broertje Lief, Koen, die wil absoluut niet op de vlog. Maar dan heeft hij morgenavond toch pech. Want morgen is hij wel de pineut, want hij speelt de kerstman. Hij heeft zelf ervoor gezorgd dat hij een baard heeft. Ja. Hij is een snake geweest om een baard te halen. Muts heeft hij op. Of daar haar aan zit, weet ik niet. Want die heen wel, dat er ook haar aan vast zit, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het kan ook bij die baard behoren, dat het een geheel is. Ik ook dat niet weten. Dat merken we morgen wel met het feest. Ook Zwarte Piet zal aanwezig zijn. Die geeft het stokje voor Sinterklaas over naar de kerstman. Speciaal voor de jeugd, voor de kleine kindertjes, hebben we dat zo gedaan. Dat, ja, dat wordt knallen morgen. Gewoon knallen met die handel. Ja toch? Jawel. Komt allemaal goed. Ik zit tegen één ding op. Ja. Dat is, kijk, vannacht slapen, ja of nee? En ben ik morgenochtend fit, ja of nee? Dat zijn een paar dingen die ik mezelf afvraag. Maar ja, komt allemaal hopelijk goed. Ik zie het wel, hoe de dag komen gaat, tenminste, hoe de nacht komen gaat. Ja. Maar oké, okay, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Of is het zo laat nog niet? Nee, het is nog geen avond, het is namiddag. Ja. Geniet nog van jullie namiddag voor straks lekker eten. En daarna een fijne avond gewenst. En voor later een welterusten, slaap lekker, gezond weer op. En nou ja, graag tot aan de andere kant van de nacht, maar een hele andere vlog dan normaal. Een bruiloftsvlog. Ja, woepie! Feesten. Doei doei!